Een hele goede morgen allemaal en welkom bij Spelling in de Lift week 3 voor de bovenbouw. Ik ga vandaag met jullie aan de slag met niveau 1 en niveau 6. En bij boekje 1 mag je alvast voor je pakken de volgende 3 bladzijden. Want we hebben vorige week bladzijde 18, 19, 20 gemaakt. Deze week gaan we aan de slag met bladzijde 27, bladzijde 28 en bladzijde 29. Dat zijn ook de laatste 3 bladzijden van het boekje. Ik zie dat de bladzijden onder andere gaan over dat je moet kiezen tussen de U en de U. En ook bijvoorbeeld tussen de O, de O en de O. Dus dat je heel goed naar het woord moet gaan luisteren. Is het boos? Is het bos of is het boos? Nou, welke kan sowieso al niet? En bedenk je dan, wat kan ik dan wel invullen? Ik zie dat je een rebus moet gaan maken. En op de volgende bladzijden is het ook weer inderdaad tussen de klanken gaan kiezen. Is het een U, is het een A of is het een U? En rijtjes met, of opdrachten met welke woorden kun je maken. Zet de woorden in de goede rij en kies de klanken uit. Dus dat is eigenlijk de bedoeling bij boekje 1 op bladzijde 27, 28, 29. Dus daar mag je al mee aan de slag gaan. Dat is trouwens dit boekje, mocht je het niet weten. Ga ik meteen verder naar deel 6. Bij deel 6 gaan we vandaag aan de slag met bladzijde 24 tot en met 26. En dat is eigenlijk nieuw voor jullie, want deze spullen hebben jullie vorige week vrijdag of de week ervoor alweer bij juffrouw Claudia opgehaald. En daar gaan we vandaag voor het eerst in werken. Dus ik ben zo bij jullie terug met de instructie. Oké, tijd om verder te gaan met boekje 6, want boekje 1 hebben jullie nu uit. Ik heb in boekje 6 heb ik bladzijde 24 voor me. En het begint meteen met een hele pittige, rare opdracht. De opdracht luidt als volgt. Vul een klankgroep in, zodat het een woord of zodat het een goed luistervinkwoord wordt. Schrijf daarna het hele woord op. Nu hoor ik je al denken, wat is een luistervinkwoord in godsnaam? In de methode van Spelling in de Lift wordt een verhaal verteld. En dat verhaal dat zie je ook al op bladzijde 25. En het wordt daarna ook vervolgd. En in het verhaal komen een paar personages naar boven. Dat zijn onder andere de klinkerdief, de verdubbelaar en de luistervink. En de luistervink is dus een vogeltje in het verhaaltje. Nu ga ik je ook eventjes uitleggen wat de regels daarbij zijn. Even spieken. Ik ga ze even voorlezen. Nou. Goed, de 3 spellingregels die aangeleerd worden zijn, die wat met de luistervink horen. Als je aan het einde van een klankgroep een medeklinker of 2 of een 2 tekenklank hoort, dan geldt luister goed, dan weet je precies hoe je het woord schrijven moet. En ik ga zo met een voorbeeld laten zien wat er nou precies mee bedoeld wordt. Oké, ik heb even een blaadje erbij en ik heb 2 woorden opgeschreven als voorbeeld. De regel was, luister goed en weet je precies hoe je het woord schrijven moet. En het geldt dus voor de woorden die aan het eind van een klankgroep een medeklinker hebben of een twee tekenklank. Nou, ga ik eerst even naar het eerste woord dat ik heb opgeschreven. Dat is het woordje fornuis. Achter de eerste klank zie ik een medeklinker en ook nog een 2 tekenklank en nog een medeklinker. Dus als je goed luistert, fornuis, weet je precies hoe je het woord schrijft. Bij andere woorden is dat misschien heel lastig, maar bij dit woord is dat heel makkelijk. En daarom is het een luistervink. Is het een luistervinkwoord. Ik ga even naar het volgende woord en ik hou hem even wat hoger, zodat jullie hem goed kunnen zien. Dat is het woordje rijles. Nou, de eerste klank is rij, ei. En achter ei komt een medeklinker, dus het is l. En ja, daarachteraan komt het woordje S, dus daarom heb je rijles. Je hoort gewoon heel duidelijk wat voor woord het is. Dus bij de eerste opdracht mag je de woorden gaan opschrijven die bij de, hoe moet ik het zeggen, vierkantjes, die bij de ruiten horen. En denk eraan de woordjes die onderaan staan, de stukjes uit de woordjes, dat is aan het einde van een woord. Dus jullie moeten op gaan schrijven wat er voor dat stukje komt. Oké, als het goed is hebben jullie bladzijde 24 nu af en gaan we samen verder naar bladzijde 25. En dat is een deel van het verhaal en ik zal jullie ook voorlezen. Dus zorg ervoor dat je meeleest.
De nacht daarna verstopte ze zich in de kamer waar de klankenkast stond. Na middernacht zag ze een dief naar haar kast toesluipen. Toen hij de middelste plank begon leeg te halen, zei ze: Hé, wat moet dat daar? Nou zie je toch, zei de dief. Ik ben de klinkerdief en ik wil voor jou die lange klanken stelen. Zei Bernadette. Ik zal niks aan de politie vertellen als jij me maar zegt hoe ik mijn naam moet schrijven. Oh, dat is geen kunst, zei de klinkerdief. Ik weet wel raad met het tweede stuk van je naam. Ik zeg altijd, lange klanken hebben pech. Ik haal gewoon één letter weg. En daarop knipte hij met een vlijmscherp schaartje de laatste stukjes van de lange klanken af. Stopte ze in zijn zak en nam de benen, dus hij rende weg. De spelmachine begon driftig te tikken, na, na, na. Nou, je ziet eigenlijk op het plaatje dat op het papiertje dat uit de machine komt, ik laat het jullie heel even zien, deze machine, dat daar het woordje na, na, na op staat. Nou, wat er eigenlijk in het verhaaltje verteld wordt, is dat, deze woordjes zijn daar een voorbeeld van. De woordjes die je ziet, dat zijn woorden met de lange klank. Je hoort een lange klank, maar je schrijft een korte. En dat is eigenlijk precies wat er bedoeld werd met de lange klanken hebben pech. Ik haal gewoon een letter weg. Dat is hetzelfde bij het woordje foto. Als ik het woordje foto moet schrijven, dan hoor ik op het einde O. En op het begin trouwens ook. Ik hoor foto. Maar ik schrijf in beide stukjes maar één O. Dus dat is die regel. We gaan samen even verder naar bladzijde 25. Bladzijde 26. En dan zit het er alweer op voor deze week. Ben ik even de handleiding aan het zoeken? Ja, die ligt hier. Hier hoort namelijk een auditieve oefening bij. Voordat jullie aan de slag gaan met deze oefening, ga ik jullie eerst eventjes wat laten horen. En dat gaat als volgt. Je pakt nu een blaadje. Of je schrijft het in je schrift of in je werkboek erbij, dat mag voor mij ook. En je gaat als eerste beginnen met het woordje laten. Het woordje laten mag je nu gaan opschrijven. Dat mag je doen op een kladblaadje, dat mag je in een schrift schrijven, maar dat mag je ook in je werkboek erbij schrijven. Kijk even waar je plek hebt en schrijf het woordje laten op. Nou, als je dat gedaan hebt, dan schrijf je achter het woordje laten, schrijf je het woordje latten. En nu ben ik heel benieuwd welke van deze twee woorden jullie met een dubbele klinker hebben geschreven. Is het woordje laten of het woordje latten? Welk woord hebben jullie met een dubbele T geschreven? Als je het goed hebt, heb je het woordje latten met een dubbele T geschreven en het woordje laten met één T. De regel die hierbij hoort, is dat als je een lange klank hoort, dat je één medeklinker opschrijft. En als je een korte klank hoort, dan schrijf je er twee op. We gaan eens even naar een ander woord. Schrijf mij het woord mannen op. Mannen. En als je dat gedaan hebt, dan schrijf je het woordje manen op. Manen. En dan ga ik dat even met jullie meeschrijven. Zodat jullie kunnen zien hoe het geschreven moet worden. En daarbij leg ik nog een keer de regel uit. Mannen is met een dubbele N. Want ik hoor een korte klank en het woordje manen, ik hoor een lange, maar ik schrijf een korte. Bij het woordje manen schrijf ik maar één medeklinker op. Nu wil ik dat jullie nog één woord gaan opschrijven. En dat is het woordje takken. En het woordje taken. En nu ben ik heel benieuwd welke jullie met een dubbele K hebben geschreven en welke met één K.
het woordje takken en het woordje taken. Als het goed is, heb je het woordje takken met een dubbele K geschreven en het woordje taken met één medeklinker, dus met één K. Oké, wat ga je doen? Je gaat de klinkerdief helpen met de zakken vullen bij opdracht 1. Dus goed kijken van hoor ik een korte klank of hoor ik een lange klank. En komt er dan een dubbele medeklinker achter of komt er dan maar eentje achter. Je moet goed kijken naar de kaartjes die aan de zakken hangen. En bij 2 is de uitdaging aan jullie om te kijken hoeveel rijmwoorden je weet. Dus denk eraan. Als je iets wilt rijmen op het woordje aten, let er dan ook op dat je woorden blijft opschrijven met één medeklinker, omdat je een lange klank hoort. Nou, mocht er dan al vragen zijn over de bladzijden die jullie moeten maken, stuur me gerust een mailtje naar femke.driessen@inovo.nl of bel gerust naar school, zodat ik jullie kan helpen met jullie werk. Nou, ik wens jullie heel veel succes met het maken van jullie werk. En dan zien we ons volgende week weer. Doei!